Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Momenteel is het al 2:30 's middags. En gisteren was namelijk de sleepover met mij en een paar vriendinnen. En die zijn vanmorgen weggegaan. En op dat moment heb ik mijn zus ook terug naar huis gevoerd. En met mijn ouders thuis heb ik nog Sins 3 gekeken op Disney Channel. En heb ik mijn Sint Maarten ontvangen. Toch voor een deel, want een deel gaat mijn mama bijhouden. Om ze veilig te stellen voor mijn eetbuien. En nu ga ik gebruik maken van deze zondag. Om wat op te ruimen en zo. En misschien ook een keer mijn bed opnieuw te maken. En kijk wat ik gisteren heb meegedaan van mijn ouders. Deze doos. Wat zit er in deze doos? Een kerstboom! En hier zitten ook nog wat kerstspulletjes. Dus ik ga kerst decoreren. Vandaag of morgen. Ik ben nog niet volledig zeker. Ik denk morgen. Namelijk op reis van 27 november tot 17 december. En ik vind 17 december nog veel te laat om te beginnen met het kerst decoreren. Vandaag zijn we trouwens 10 december. En om 6 uur komt de Sint toe en Ieper. Dus misschien ga je dat gaan bekijken. Maar eerst opruimen. Ik beslist dat ik deze items niet meer nodig heb. Dit. Twee tassen. Mijn koekjesdoos die ik super leuk vind, maar echt nooit gebruik. En mijn waterfles, want ik gebruik nu een van Dopper en ik vind die echt veel toffer. Ondertussen krijg ik mijn plant water. Ik heb hem met zijn poep in het water gezet, zodat hij zelf kan kiezen hoeveel water hij nodig heeft. Tijd voor een mini shoplog, want ik heb twee dingen bij H&M gekocht. Namelijk een bikini broekje. Het is een high waist bikini broekje, zwart. Ja, die zit gewoon goed. En daarmee kan ik binnenkort terug gaan zwemmen. En ik had ook heel dringend een nieuwe sportbroek nodig. Dus ik had er verschillende gepast. En deze raakt zich het best. Deze is ook van H&M. Zit echt super goed. Sluit goed aan. Raakt genoeg. En dit is een uit de H&M Basics collectie. En vanaf nu kan ik met deze broek gaan lopen. Het enigste en het grootste nadeel is dat er geen zakken in zitten. Jammer. Waarom vinden mensen soms zakken niet nodig om in peren te steken? Net de afwas gedaan en zo. En nu doe ik mijn klok raar. En nu ga ik kerst decoreren. Want vanaf morgen begint mijn vlogmis. Hallo, het is nu 5:55 en ik ben eigenlijk gewoon de hele tijd bezig geweest met het kerstproef maken van mijn appartementje. En
Ik denk dat ik het wel eens in de vlog van morgen ga laten zien. Omdat morgen de eerste officiële vlogmis-vlog is van dit jaar. Woe! Op 11 november. Dat is wel raar om 11 november om vlogmis te starten op 11 november. Dus ik ga waarschijnlijk trouwens morgen naar de Poppy Parade. Dat is een parade in Ypres die op 11 november wordt gehouden. Ik heb zo net een van de laatste kerstdecoraties gedaan voor vandaag. Ja. Yeah. Je vraagt je misschien af, waarom laat je dat eigenlijk pas morgen zien? Wel, omdat vlogmas is morgen en nu is nog heerlijke herfstvlogs. Ik ga stoppen, want ik heb honger. Het is niet namelijk al kwart na zes en ik heb sinds vanmiddag 12 uur niks gegeten. Dus dat is niet goed. Ik ben op weg richting de stoet. De stoet is al vertrokken. En ik denk dat ik goed zit, want ik hoor ze. Ik heb gehokt welke weg dat ze zo kunnen pakken. En ik hoop dat deze is, maar ik denk het wel. Want daar straks stond er een bord om de straat af te sluiten. Ik ben net naar de Sint Maartenstoet gaan kijken en ik moet zeggen dat er eigenlijk niet zoveel meer aan is als 25 jaar. Maar ik wou hem wel een keer gezien hebben, omdat ik hem nog nooit had gezien in Ypres. Misschien moet ik ook wel een keer met de stoet, alleen met de bootaankomst gaan kijken. Maar nu heb ik de stoet gezien en een deel van de markt. En niet naar de kathedraal, omdat ik daar echt uit voor ben. En ben ook niet gebleven op de markt om de pieten te zien dansen. En nu, food. De hapjes van gisterenavond heb ik opnieuw in de oven gedaan. Oeps. Is om een beetje aanbrand. Maar dat wil die ook. Met de kennis van de regels. Strafbaar feit en dient bij bewezen verklaring toestand. Dit neemt niet weg dat voor ons. Net mijn tanden gepoetst met deze houten Next Brush. Kan deze verkeren bij Kruidvat en zijn echt goed en milieuvriendelijk. Naast heb ik mijn mond gespoeld met deze Mount Rush Fresh Mint. Antibacterieel 3-in-1. Ik kom van de Action en ik vraag mij hierbij luid of af of dat er een milieuvriendelijker alternatief voor is.